Ede is een prachtige gemeente. Maar hoe blijven we dat? In de omgevingsvisie beschrijven we hoe Ede zich de komende 20 jaar gaat ontwikkelen. Er komt in die jaren veel op ons af. We willen fijn wonen, werken en elkaar ontmoeten. We vinden duurzame energie belangrijk. Net zoals een schone lucht en een gezonde bodem. En zo nog veel meer. Ruimte bieden aan alles is niet langer mogelijk. We moeten keuzes maken. In deze film laten we zien aan welke knoppen we kunnen draaien en hoe Ede eruit zou kunnen zien in 2040. We zetten de verrekijker op de toekomst en gaan die verkennen. We kijken naar drie verschillende toekomstbeelden met typische Edese kwaliteiten. Dynamisch Ede, Veluwse Flank en de natuurlijke proeftuin. Deze toekomstbeelden laten zien welke mogelijkheden er zijn en wat gevolgen van keuzes zijn. Natuurlijk gaat het nooit precies zo worden als op deze beelden. Maar de beelden helpen ons bij het gesprek over de keuzes die we nu moeten maken. We onderscheiden keuzes op drie vlakken. Hoe profileren we ons? Hoe gaan we om met groei? En welke rol neemt de gemeente? In Dynamisch Ede profileren we ons als gemeente die initiatief en ontwikkeling mogelijk maakt. Het faciliteren van ondernemerschap zorgt voor veel economische dynamiek en werkgelegenheid. We spreiden de groei over de hele gemeente. De gemeente faciliteert door het ondersteunen van initiatieven die op ons afkomen. In Dynamisch Ede komen overal, in het buitengebied, de dorpen en Edestad nieuwe wijken. De auto is ook daar onmisbaar. Dan bouwt gemeente Ede ook woningen voor Veenendaal en de regio. Bijvoorbeeld met een nieuwe wijk bij het station Veenendaal de Klomp. Ederveen groeit dan vast aan Veenendaal. Vanuit verkeersoogpunt is het logisch om bij het station te bouwen. Maar de wijk ligt wel op het laagste en natste punt van de Gelderse Vallei. In Dynamisch Ede wordt het buitengebied voller. Overal worden bedrijven en woningen gebouwd. Daardoor krijgt men steeds meer last van elkaar. De landbouw komt steeds verder onder druk te staan. In de natuurgebieden wordt niet gebouwd, maar nog steeds gaat de natuur achteruit. Het buitengebied wordt minder aantrekkelijk voor recreatie. In Dynamisch Ede is weinig ruimte voor vernieuwing van bestaande dorpen en stad. De ruimte wordt niet ingezet voor gezondheid, bijvoorbeeld extra sportvelden. De kosten voor natuurherstel en zorg lopen op. Dynamisch Ede geeft veel ruimte aan ondernemers en initiatieven. In Veluwse Flank profileren we de gemeente Ede als het gebied met kennis van landbouw en voedsel. Daarmee zijn we een aantrekkelijke gemeente voor mensen die in deze sectoren werken, Edenaren en ook mensen van buiten. We bundelen de groei van woningen en bedrijven. Langs de Veluwe en in de richting van Wageningen ontwikkelen we nieuwe landschappen en woon- en werkgebieden. De gemeente stuurt actief op sterke groei en op het kennis- en voedselprofiel. In de Veluwse Flank bundelen we tussen Lunteren en Wageningen nieuwe woningen en werkgebieden. Dat doen we rondom knooppunten voor openbaar vervoer. De landbouw concentreren we in het noordelijk, luwe gedeelte van Ede. De dorpen in het noorden breiden alleen uit voor de eigen inwoners. Door de bundeling van groei kunnen we voorzieningen zoals winkels, scholen en sportterreinen versterken. In de Veluwse Flank kunnen we binnen de dorpen en Edestad meer ruimte geven aan groen. We spelen in op het veranderende klimaat. In dit toekomstbeeld zetten we in op groei en concentreren we hinder en vervuiling in enkele gebieden. Het gebied tussen Ede en Lunteren wordt aantrekkelijker voor recreatie. Ook verbeteren we de natuur op de Veluwe. Druk bezochte zones aan de randen en rustige gebieden in het midden. In de natuurlijke proeftuin profileren we de gemeente Ede als gebied waar natuur centraal staat in combinatie met duurzame landbouw. Het aantal agrarische bedrijven loopt terug, maar elk bedrijf heeft wel meer grond. Hierdoor kan elke boer zijn bedrijf duurzamer inrichten. In de natuurlijke proeftuin concentreren we de groei voor wonen en werken in de bestaande kernen. De gemeente neemt regie op deze ontwikkeling, met maximale ruimte voor de combinatie van landbouw en natuur.
In de natuurlijke proeftuin gaat Ede Stad sterk veranderen. Bij een nieuw station Ede West maken bedrijven plaats voor meer woningen. Hier en op andere plekken in de stad komt meer hoogbouw. De nieuwe woningen zijn vooral bedoeld voor de Edenaren zelf. Op een paar plekken breidt Ede uit. Mooie fietsroutes overbruggen snelwegen en sluiten aan op groene routes in de stad. Zo stimuleren we bewegen en gezond gedrag. De natuurlijke proeftuin verbindt dorp en stad beter met het buitengebied. Dorp en stad zelf zijn compact, zonder ruimte voor extra groen. Daarom investeren we flink in gebouwen die natuurvriendelijker zijn. Dorpen groeien naar eigen behoeften, door woningbouw binnen en buiten de bebouwde kom. In de natuurlijke proeftuin zetten we sterk in op de overgang naar kringlooplandbouw. We herstellen de natuur, bijvoorbeeld door ruimte te geven aan beken. Zo wordt Ede minder kwetsbaar voor verdroging. Daarmee wordt het buitengebied en de Veluwe aantrekkelijker voor recreanten. In dit toekomstbeeld zetten we in op minder groei van woningen en bedrijven en geven we meer ruimte aan natuur en landbouw. We hebben de toekomst verkend en met de verrekijker drie toekomstbeelden voor Ede in 2040 bekeken. Ze laten zien wat de gevolgen van keuzes in profilering, groei en gemeentelijke rol zijn. Dit levert drie heel verschillende beelden op. Die helpen ons om met elkaar de keuzes te maken voor de toekomst van de gemeente Ede.